Er zijn momenten in het leven dat woorden tekort schieten. Toch rust op mij de taak om namens alle collega's van de ster in woorden uit te drukken hoezeer wij ons aller Kitty van Doorn, die zo plotseling is weggerukt uit ons leven, hoezeer wij... Hoezeer wij haar zullen missen. Kitty van Doorn was niet zomaar een collega. Zij was meer dan dat voor ons allemaal. Zij was ook een vriendin. Vaarwel, Kitty. Niemand van jullie heeft één vinger uitgestoken om dat te helpen. Jullie hebben hem gewoon laten stikken. Ik trok nogal met haar op, hè? Dat was meer andersom. Ik had het niet nodig, dat heb ik ook gezegd. Maar dan pleeg je toch geen zelfmoord? Dat is wat grof, maar... Dan maak je er toch geen eind aan? Ze is altijd al wat labiel geweest. Die moeder had toch volkomen gelijk, hè? Ik heb nog nooit zo'n verzameling huichelachtigheden gehoord. Ja, we kennen hem zo langzamerhand. Ja. Ja, maar ik zat me gewoon te generen. Anders ik wel. Jongens, waarom doen we er niks aan? Dat is de tweede binnen een half jaar. Alsof we vergeten waren hoe vergankelijk de mens is. Het hele leven nog voor zich. Die gedachte kon ze kennelijk niet aan. Zij was er. Het leek op de redactie. Weet je dat zeker? Wat wou ze? Geld? Had ze financiële problemen? Ik weet het niet.
niks van haar. Dit is een bezetting! We zullen de bazen in sporen zwingen! Als je verstand als een keer het tweede hek op weer! Ik neem aan dat we weer gewoon aan het werk kunnen. Ja, laten we vooral niet te lang stilstaan bij onze geliefde Kitty, hè? Rotzo in Twente. Personeel van de gebroeders Laban hebben het bedrijf bezet. Personeel hebben het bedrijf bezet? Dat is een tip van een plaatselijk verslaggever. Wat is er aan de hand dan? Nou, broertje 1 is dood en nu zijn ze bang dat broertje 2 het bedrijf zal opdoeken. Human interest, snap je wel. Laban, is dat van die ramen? Ja, ja. Ramen, deuren en kozijnen. Alsjeblieft. We zijn van de ster. Kunnen we met iemand praten hier? Maar het is en blijft een wilde actie. Als Laban straks geen lonen uitbetaalt, dan kan ik de bondskast niet openmaken, hoor. Hou daar wel rekening mee. Haha, en daar betalen wij dus al die tijd contributie voor. Huh? Daar zijn twee mensen van de ster. Hallo, Van Zuilen. Bouwman. Van Zuilen. Bouwman. Is een wilde actie? Wij wisten van niks. Het kwam zomaar. Ja. Zomaar. We hebben uren zitten praten. Iedereen staat achter ons, behalve de bond. De bond ook, dat weet je best. Alleen, jullie hadden het beter eerst even met ons kunnen bespreken. Hebzucht, daar gaat het om? Ja, pure hebzucht. En de bond steekt een vinger uit. Het zijn alleen nog maar geruchten. Wat voor geruchten? Nou, zeg het maar. De fabriek is eigendom van twee broers. Eén van hen is 2 weken geleden verongelukt. Verongelukt noemen ze dat. Niet dan? Als jij het zegt, hè? Ik zou maar een beetje uitkijken met dat soort insinuaties als ik jou was. Ah. Dank wel. Hier beweren ze dat meneer Jacques niet per ongeluk is omgekomen. Dat zijn vrouw erachter zit. Hoezo dan? Nou, zij erft het aandeel van meneer Jacques. 50%. Maar wat is dan het probleem? De fabriek interesseert er niet. Ze wil geld, zeggen ze. Dus dan zal de fabriek verkocht moeten worden. Zo verschrikkelijk was je leven met Jacques nou ook weer niet. Oh nee, 20 jaar lang in het luchtkasteel van de gebroeders Laban. Luchtkasteel? Er werken 300 man. Nou, voor mij hoef je niet te liquideren. Oh nee? Nee. Je kunt me uitkopen. José, jij weet heel goed dat er geen bank ter wereld is die mij 50% van de waarde gaat lenen. Waarom kun je nou niet gewoon blijven als mededirecteur voor de helft van de winst? Van de winst? Ja, van de winst. Die maken we heus wel weer. Oh ja. Ik ben er niet. Het is dringend, moest ik zeggen. Wie is het dan? 2 mensen van de ster. Laat maar binnen. Dit is wel mijn huis. Een verhaal komt er toch. En ze zullen het interessant vinden om te horen hoe je een kerngezond bedrijf naar de bliksem haalt. Alsof Jacques dood mijn schuld is. Goedemiddag. Van Zuilen, van de ster. Laban. Dat is mijn collega. Marlies Moerman. Laban. Marlies Moerman. Gecondoleerd met de dood van uw echtgenoot. Dank u wel. Het is uw bedoeling om het bedrijf te liquideren? De fabriek, dat is hun levenswerk, niet het mijne. Nu ik de keuze heb tussen mezelf en de fabriek, kies ik eigenlijk voor mezelf. U zou waarschijnlijk in mijn plaats ook wel hetzelfde doen. Dat is wel moeilijk te beoordelen. Er zijn mensen die alleen maar voor hun werk leven, iets anders is er niet. Er zijn ook mensen die alleen maar aan zichzelf denken. Oh ja, maar ik heb er toevallig hard voor gewerkt. Net zo hard als Jacques, als ik, als Verbiest. Met 3 man en tweedehands materiaal zijn we begonnen. Wij maakten dagen van 20 uur met dat beroerde spul. Maar u bent er een eind mee gekomen, hè? Ja, inderdaad. Inderdaad, ja, dat zijn we ook. En wat houden we over? Nou, een vrouw die na ruim 20 jaar eindelijk aan zichzelf gaat denken. Nooit anders gedaan.
een poot uitgestoken. Schrijf dat maar op. En zet er maar bij dat de oude verbiest dat heeft verteld. Want zo is het. Op de fabriek zeggen ze dat het ongeluk van meneer Jacques misschien geen ongeluk was. Zeiden ze dat? Hier zijn we begonnen. 28 jaar geleden. Hier hebben we met z'n drieën zowat een jaar gebivakkeerd. Jacques was het brein. Paul kon alles versieren en ik dan. Tot diep in de nacht gingen we door. Totdat we geld begonnen te verdienen. Ik ben hier blijven zitten. Wat ze me ook aanboden, hè? Tot aandelen toe. Was het een ongeluk, dat van Jacques? Het was al een ongeluk dat hij me had houden. Zo'n kak maar dan uit het zuiden. Mooie José. Hebben ze geen kinderen? Kinderen? Veel te bang om een mooie figuur te verliezen. Ja, misschien konden ze niet krijgen. José kon alles krijgen wat ze wou. Het was nooit genoeg, hè? Ja. Aan, Berend van Zuilen van de Ster. En Marlies Moerman. Hallo. Hey, kun je ons wat inlichting geven? Waarover? Nou, over de plotselinge dood van Jacques Laban. Waarom vraag ik het hun niet? Nou, jij lijkt me iets minder bevooroordeeld. Kijk, nou, lekker. Wat denk jij van het ongeluk van Jacques Laban? Nou, een geluk is het zeker niet. Maar waarom zou het geen ongeluk zijn? Ach. Iedereen heeft het erover. Er wordt zoveel gekletst. Heb je een vuurtje voor me? Maar, Maar jij zal het zelf toch ook wel een beetje verdacht vinden? Ja, natuurlijk. Doel de omstandigheden waren op zijn zachtst uitgedrukt. Eigenaardig. Een rechte weg, één boom. Hartstilstand, heet het officieel. En dat geloof jij niet? Ik wou dat ik zo'n hart had. Meneer Jacques was een sportfanaat. Als hij niet in de fabriek was, dan stond hij op de tennisbaan. Dus hartstilstand lijkt jou ook niet zo waarschijnlijk? Ze worden ieder seizoen gekund. Hoi. Dus, niet het noodlot sloeg toe, maar iemand anders. José, dat hopen ze. Een moordenares kan niet erven. Dat is Pieters van de politie. Hij die een borrel geeft. Wil je nog wel eens wat zeggen? Dag meneer Paul. En? Herman, ik kan je helaas niks positiefs melden. Helaas. Proost er maar. Goeie afloop. Afloop waarvan? Van uw onderzoek naar de dood van Jacques Laban. Dat onderzoek is al lang afgesloten. Meneer Jacques overleed aan een hartstilstand. Waarna die zich te pletten reed tegen een eenzame boom? Ja. Iedereen hier denkt een opzet. Behalve de politie. Heeft u al een lijkschouwing gedaan? Wat valt het te schouwen aan een lijk dat uit een auto is gezaagd? Nou, sporen van een worsteling, littekens van een injectie, je bult op zijn kop omdat iemand hem een klap heeft gegeven. Blauwe plekken vanwege een wurgpoging. Meneer kijkt zeker vaak tv. Hartstilstand. Curieus. Maar waar? Rechtstreeks confrontatie, gewoon op de vrouw afvragen. Waarop zij zegt, inderdaad, meneer Van Zuilen, u heeft volkomen gelijk. Ik heb inderdaad mijn echtgenoot vermoord. Nou, je moet nooit iets uitsluiten. Nou, weinig rechtstreekse confrontatie. Ze moet thuis zijn, ze heeft bezoek.
Minister. Snel tipje. Ja. Kom mee. Waarheen? Naar de tennisbaan. Nou, dat is wel een heel snel type. Zo snel dat je geen tennisbal hoort. Hé, hey, Berend! En heb ik er nog iets bij geleerd vandaag? Ja, je maakt vorderingen. José Leblanc? En zijn we niet uitgenodigd? Echt waar, echt. Er zijn wel 100 redenen, 100. Maar de belangrijkste daarvan is, die man, die Lozenburg, is niet geschikt. Niet geschikt. Je hoort niet bij de ster. Kuiper, laat die man toch betijen. Hij zit er amper een jaar. Ja, waarom doet het allemaal zo geheimzinnig? Spoedvergadering. Nou ja, de koffie is hier een stukje lekkerder. Gaan we staken, jongens? Ja. Allemaal koffie? Ja. Ik vind dat we de knoop moeten doorhakken. Die man die wordt met de dag ergerlijker. Wat zit je nou eigenlijk dwars? Wat vond jij nou van die toespraak bij de crematie van Kitty? Dat klinkt toch alles vals? Maar hij heeft nog nooit één goed woord voor de rover gehad. En nu ineens is het ons allemaal... Je kunt niet alleen hem de schuld geven. Ja, maar jij vond het toch ook vreselijk zoals hij daar stond? Hoeveel van jouw verhalen zijn niet restig in de prullenbak verdwenen toen jij begon? Ja, ja. Maar dat was niet om mij de grond in te boren. Met andere woorden... Jongens, dit is niet eerlijk. Iedereen van ons is wel eens rot tegen haar geweest. Ik vind dus ook dat Armand beter wasmiddelen kan gaan verkopen. Maar wat krijgen we ervoor terug, hè? Luister, er is een redactiestatuut. Ja? We zouden een profielschets kunnen maken van de ideale hoofdredacteur. Jouw profiel, zeker. Dankjewel. Hey, jongens, een hoofdredacteur stuur je niet zomaar weg. Nee, ik niet. Maar je grootvader ook. Dat doet hij nooit. Nee? Als wij allemaal deze petities tekenen, dan moet hij wel. Het smeekschrift der edelen. Ja, ik wil best tekenen, maar ik twijfel of het één zo aan de dijk zal zitten. Joe, jullie hoofdredacteur. Wij zijn er niet. Nee, ze zijn er niet.
deze dag hebben we altijd om 10 uur een cover talk. Dan zou ik het op prijs stellen als iedereen aanwezig is. Wij hadden iets dringends te bespreken. Ongeacht welke smoes dan ook, Kuiper. Is hier een zekere Kitty van Doorn? Kitty van Doorn? Dit heeft ze besteld. En heb je een steekwagen? Ik heb buiten nog 3 van die dozen staan. Kitty is hier niet meer. Niet? Ik schouw me een breuk eerst bij de thuis. Nou, hier weet u dan misschien waar ze wel is? Ze is overleden. En het spul dan? Ja. En ze zou 2000 gulden klaar hebben liggen. Cash? Ja, cash, dat schijnt zo afgesproken te zijn. Wat is het dan? Posters. Maar niet echt vrolijk. Ze is hier niet meer, dus ik... Laat maar staan. Is toch het minste wat we voor haar kunnen doen? Wat zoek je? Dat geld. Ik kan niet vinden. Ja, nou? Ik wil nog wel even bij de thuis kijken. Nou, als u dat zou willen doen... Dan laat ik dit hier voorlopig wel staan. Nou, u hoort er nog wel. Zeg. Waarom is ze niet naar onze eigen drukkerij gegaan? U bent Bas, een van de collega's. Ja. Ja. Ik heb u op de crematie gezien. Berend van Zuilen. Ja. Ik ben de spullen aan het inpakken. U loopt tot het eind van de maand, maar... Ik doe het maar meteen. Wou u mij spreken? Er ligt hier een envelop voor drukkerij Excelsior. Die heb ik nodig. Misschien bent u die al tegengekomen. Mag ik even kijken? Ja, gaat u gang. Ik heb hem, hoor. Dag of 10 voordat ze... had ik aan de telefoon. Ze had het over u. Berend. Ze was... Ze had het moeilijk. Ze mocht u graag, geloof ik. Hebt u er ooit iets van gemerkt dat ze... Misschien... zou het minder pijn doen als ik het kon begrijpen. Niemand kan het begrijpen. Wat zo'n lief, goed kind. Kind. Oh.
heeft overal een bedoeling mee. Dat heb ik altijd geleerd, zo ben ik opgevoed. Dit. Dit kan de bedoeling niet zijn. Nee. Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft hoe alles verandert. Om te overleven moet je misschien wel een beetje mee veranderen. Dus leven de middelmaat? Oppervlakkigheid, domheid? Nou, daar doe ik net zo lief niet mee. Toen Van Rosenburg hier binnenkwam, lag de ster op zijn gat. Dat weten jullie net zo goed als ik. 65.000 abonnees, wat is dat nou? Hij had de wind mee. Toch heeft Van Rosenburg kwaliteiten waar we voorlopig niet omheen kunnen. Dus alles blijft zoals het is. Weet Van Rosenburg hiervan? Hij weet precies hoe wij over hem denken. Tja. Pulitzerprijs zal hij nooit winnen. Ja. Ik hou dit in beraad. €2.000. Meer dan een leerling kan betalen. Ze had toch bij mij kunnen aankloppen? Nou, dat deed ze niet. Ze deed het op haar eigen manier. Gespaard. €500. Van Echtels. Terugbetalen €500. Hoe kom je eraan? Van de kamer. Dus Kitty heeft die €500 ook gestolen? Nee, geleend. Wie weet hiervan? Niemand. Ja, de moeder was er maar. Goed. Deze adresseer je aan Van Echtelt. Geen briefje, geen afzender. En dit... die drukkerij. En dit vernietig ik. Zo bedekken we alles met de mantel der liefde. Bijna op 10 perfecte keer terug. Kruisingen, provinciale weg, Westlandse weg. Pak 100 man. Nou, voorzichtig. Voorzichtig in verband met eventuele kneuzingen. Rustig, onder de armen. Ja, kijk uit. Leg op de brancard. Op de brancard. Voorzichtig. Komt u maar. Hallo, klabbers. Ga je gang. Ja, wilt u hier even ruimte maken? Er zijn genoeg foto's, maar... Kom, gaat u maar. Dames, kom. Gaat u maar. Ja, hap. Kom. Even ruimte maken nu. Zo is dat. Sorry. Hoe wisten jullie dat? Van Geheim. Hoe is precies gebeurd? Dat weet ik niet precies, wel ongeveer. Een glaasje te veel, gestruikeld, verdronken. Ze was alleen thuis. Wilt u daar weggaan? Er is helemaal niets te zien. Agentieve huizen. Wilt u even... Wat denkt u ervan? Ja. Ze is dood. Ja, maar... Ja, gaat hoe? Verdrinking. Gaat u maar weg. Gaat u maar weg daar. Het is gevolg van een ongeval. Wordt er autopsie gepleegd op het lichaam? Nee, mevrouw. Dat lijkt me dit keer volstrekt overbodig. Klabbers. Wat bedoelt hij? Hij heeft zo net het lijk van meneer Sjaak onderzocht. U hebt het op laten graven? Absoluut overbodig. Het was hartstilstand en het blijft hartstilstand. Goeiedag. Ja, wilt u dan even de weg vrijmaken? Hallo. Even ruimte maken hier. Ze hebben autopsie gepleegd op Jacques Laban. En? Niks aan de hand, gewoon hartstilstand. Nou, postume vrijspraak. Ja. Mooie José werd ze genoemd. Welk was in elk geval niet, hè? Van buiten niet, nee. Komt allemaal wel erg goed uit, geloof ik. Dat hoor je de plaatselijke pers niet zeggen. Verklaren wij deze bezetting voor beëindigd!
Meneer Leban, meneer Leban. Eén vraagje. Nee, het spijt me. Echt geen tijd nu. Nee, geen tijd. Geen tijd. Wordt niet erg getreurd om de dood van de weduwe. Wij nemen de zaken hier zoals ze komen. Komt allemaal heel mooi uit. Kun je wel zeggen, ja. Niet een beetje al te mooi? Als jij je rare dingen in je hoofd haalt, ben je bij ons aan het verkeerde adres. Hoor. Sorry, mag ik een tomatensap en een jus? Daar word je niet vrolijk van. Ja, jullie zijn wel vrolijk genoeg. Ze is ook alweer verboden. Beetje misplaatst, lijkt me. Ze heeft geen beroerd leven, maar ze is in haar eigen wilde verzopen, zullen we maar zeggen. Is dat niet een beetje raar? Raar? Als je een zwembad hebt in huis, zou je er toch ook wel in kunnen zwemmen? Jullie hebben maar dit water. Ze hebben ook een bad in huis. En ze lusten er ook wel wat van. Wij kijken een gegeven paard niet in de bek. En je wilt ook niet weten wie je dat paard gegeven heeft? Ik en hier. Alsjeblieft. Dank u wel. Twee pils en drie hartvoorden aan je midden. Nou, zelden zoveel vrolijke gezichten gezien na iemands dood. Zoveel geluk komt hier zelden voor. Geluk? Of hoe je het ook noemen wil. Moord. Als dat het is. Nou? De doofpot. Met hartelijke instemming van het hele dorp. Wat denk jij ervan? Nou, misschien zien wij wel spoken, maar hier willen ze gewoon helemaal niet zien. Ik kan er nooit zo slordig om zien springen met iets wat verdacht wel op moord lijkt. Paul Leban? Nee. Heb jij nog iets uit het dienstmeisje gekregen? Nee, volkomen onaanspreekbaar. Gisteravond om 6 uur van huis gegaan en vanmorgen dreef om een vrouw in het zwembad. Weet je wat het probleem met Paul Leban is? Hij zal nooit zo stom zijn. Nou, misschien denkt iedereen dat en rekent hij daarop. Hij erft alles. Ook als hij er vermoord heeft? Dat weet ik niet. Als jij je vader vermoordt, krijg je dan toch de erfenis? Misschien. Maar ik zal er weinig aan hebben, want als iemand erachter komt, dan draai ik voor 20 jaar de bak in. Maar de fabriek is gered. Als Leban het gedaan heeft, dan moet hij wel zo zeker van zijn zaak zijn. 300 gezinnen staan vierkant achter hem, wat hij ook gedaan heeft. Laten we daar eerst maar achter zien te komen dan. Zo. U had mij willen spreken. Als het u schikt, gaat u zitten. Wat? Een sigaar? Nee. Ah, u rookt niet. Heel verstandig. Vooral als je lang wilt leven. Wie van het goede geniet, denkt niet steeds aan de kortheid zijns levens, zegt de prediker. Hoofdstuk 5, vers... Waarover had u mij willen spreken? Nou, in de rechterbovenlaar van mijn bureau ligt een document dat mij vanmorgen is overhandigd door een delegatie van de redactie. En dat document behelst het verzoek om u als hoofdredacteur te ontslaan. Zo. En op grond waarvan dan wel? Domheid, middelmatigheid, oppervlakkigheid. Dat zijn echt niet goed, Snik. Ook dat is niet waar. Het is daar beneden gewoon een kleuterklas. Zonder enige vorm van orde, zonder enig respect. De journalisten zijn nu eenmaal een beetje eigen gereid. Dat is de aard van het beestje. Ja, maar met dat soort beestjes moet ik wel een fatsoenlijk weekblad zien te maken. En? Hoezo en? Lukt u dan? Een fatsoenlijk weekblad maken. U zou graag een ander weekblad zien. Inderdaad. Luister, meneer Moorman, alles verandert. Alles beweegt. Alleen hier bij de Ster niet. Daar staat alles stil. Daar mag absoluut niks veranderen. O, jawel. We hebben kort geleden nog een nieuwe hoofdredacteur gekregen. Is dat zo? Zit de echte hoofdredacteur van de Ster niet in een donkerbruine gelambriseerde kamer? U weet net zo goed als ik wie de echte hoofdredacteur van de Ster is, meneer Van Rozenburg. De bank. Die dwingt u een ander weekblad te maken dan ik eigenlijk zou willen. En de redactie zou willen. En u eigenlijk zou willen. En dat blad zou al lang failliet zijn.
Wat weet de banken nou van kranten maken? Dat is toch ons vak? Laten wij ons bij ons vak houden. Misschien dat zij beneden u toch aardig gaan vinden ook. Die petitie hou ik voorlopig in beraad. Hoe lang? Maar papier is geduldig. Hallo, wij wilden nog even kijken. Kijken? Ja, bij het zwembad. Ja, ik weet niet of... Ben je alleen? Ja, een beetje op te ruimen. Dat is vast wel goed. Ja, we zijn zo weer weg en niemand hoeft het toch te weten, hè? Hoe was het toen je gisteravond wegging? Gewoon. Had ze gegeten? Nee, nog niet. Alles stond klaar, ze hoefde het alleen nog maar in de magnetron te zetten. Had ze altijd alleen? Ja, meestal wel, hè. Sinds meneer... En daarvoor? Ook vaak. Meneer was veel weg. Hmm. Voor zaken? Dat weet ik niet. Hadden ze het een beetje leuk samen? Maakten ze veel ruzie? Ze zeiden niet zoveel tegen elkaar. Dronk ze veel? Soms. Een sherrytje. Niks sterkers, er staat hier nogal wat. Misschien 's avonds. Ze zit hier 's avonds een beetje te drinken, een beetje veel. Ze wil naar bed. Ze struikelt en valt in het water. Kan dat? Kon ze goed zwemmen? Heel goed. Ze zwom iedere morgen. Stonden er glazen vanochtend? 1. Waar is die nu? Ook afgewassen. Was dat zo'n glas? Wat doet u hier? Rondkijken. Er is hier niks te zien. Waarom heb je die mensen binnengelaten? Nou, ik had u toestemming willen vragen, maar u had geen tijd. Al had ik tijd gehad. Goed, Miller, je kunt nu wel gaan. En goed afsluiten als je klaar bent. Ja, meneer. Is hier een alarminstallatie? We zijn hier niet in de grote stad. Dus iedereen kan hier zomaar binnenkomen? Er zijn geen sporen van braak gevonden. Er is wel naar gezocht. Tuurlijk. Misschien had hij een sleutel. Waarom houdt u zich niet gewoon bij de verklaring van de politie? Ja, dat is niet zo onze gewoonte. Niemand heeft hier behoefte aan. Nou, wij wel. Mag ik u een hele vervelende vraag stellen? Oh, u heeft een soort dan? Waar was u gisteravond? Ah, een alibi. Spijt me, die heb ik niet, aangezien de verklaring van je vrouw niet geldt. Maar ik kan niet ontkennen dat de dood van José mij heel erg goed uitkomt. En dat ik er ook niet echt om kan treuren. Maakt dat mij tot een moordenaar? Nog meer vragen, meneer? Ach, dit is ons vak, moet u maar denken. Het is anders eenvoudig zat. Verdrinking door een ongeval? Wou u het woord van de dokter in twijfel trekken? Heeft hij al een lijkschouwing gedaan? Begint toch niet weer, hè? Heeft de politie wel naar sporen van inbraak gezocht? Ik ben rond het huis gegaan, ja. Niks gevonden. Geen vingerafdrukken? Ja, hallo, Dirk. Het gaat hier gewoon om een vrouw die verdriet had. Een borreltje te veel dronk, struikelt, in het zwembad valt en verdrinkt. Moet u dat zwembad niet laten leeglopen? De brandweer zou de hele dag bezig zijn met pompen. En waarvoor? Moordwapens zouden wel eens in kunnen liggen. Maar het was geen moord. Neem dat nou maar van mij aan. En als jullie het niet erg vinden, dan ga ik nu verder met het echte politiewerk. Ajus. Nou, dat wordt wachten tot het donker wordt. Wat ben jij van plan? Zwemmen.
Moskou. Vrouw. Oh, ja. Oh, je wou gelijkheid? Ja. Oké, tosten we ervan. Oké, munt. Ik wou het zeggen, kruis of munt. Ja, en mag meteen het bad in. Ja, ik heb geen badpak bij me. Ik draai me wel even om. Ik voel me niet zo lekker. Kom op, vrouwensmoesjes. Iets drinken. Hé, je zou niet kijken. Nou, je kan zo op de koffer, hè? Kom. Lekker water? Dan probeer het zelf niet. Maar ik heb geen badpak bij mij. Ik voel me ook niet zo lekker. Hou op. Hier, dat bedoelde ik dus. Zo. Shit. Eerst erop. Oh, zie je iets? Een van de fan bij onze auto. Politie? Nee. Een van de buurman met zijn hond. Ah. Is hij alleen? Nog wel, ja. Ik ga natuurlijk zo direct de politie bellen. Dan kom op, schiet op. Flipper. En wij zijn de enigen die hem hebben. Mm-hmm. We hebben hem nog niet. Waar heb je dit dan gedaan? Nou, lag op de bodem van het zwembad waarin die vrouw is verdronken. Exclusief. Mm-hmm. Wat doe je? Zet er bijna natuurlijk. Hey, niet zo haastig. Nooit van wederhoor gehoord. Maar Willem, je kunt mij toch wel vertrouwen? Ik wil er niet over praten. Jij bent de enige die ervoor in aanmerking komt. Waarom zit je niet op kantoor? De fabriek draait toch weer?
Jullie zijn wel hardnekkig. We hebben het verhaal bijna rond. Alleen nog het commentaar van u, meneer Verbiest. Ik heb niks meer te zeggen. Wilt u dat meneer Labande erbij blijft? Of, Nou, wat wou je weten? Wat was uw bedoeling toen u dinsdagavond naar José Labande ging? Wie beweert dat? Wij. U droeg dat overhemd met in het zakje. Dit oogloepje. Bent u daar verloren? Er zijn duizenden van die dingen. Ja, maar deze ene lag op de bodem van het zwembad. Het was dus geen ongeluk. Het was geen moord. Wat was het dan wel? Willem, je hoeft niets te zeggen zonder dat je advocaat erbij is. Advocaat? Wat moet ik daarmee? Ik kan de maître bellen. Waarom? Ze weten het toch? Wist u het ook? Hij heeft er niets mee te maken. Oké. Ik ben naar genen gegaan. Dat bewijsmateriaal is onrechtmatig verkregen. Door inbraak. Beter een inbraak dan een moord. Maar het was toch geen moord? Wat deed u daar dan? Ik weet het niet. Wat dacht je? Dat ze wel naar jou zou luisteren? 28 jaar werk naar de knoppen, 300 man op straat, mijn beste vriend de dood in gejaagd. Wat moest ik anders? Op mijn kont blijven zitten? Ik wou een beetje gezond verstand uit de kop praten. Maar ze zag me niet eens staan. Was ze dronken? Ja, ze dorp. Ze had haar eigen feestje te bouwen. Nee, ik kon doodvallen. Toen viel zij dood? Nee. Ze zei dat ik moest stoppen, zo de mieter. En toen? Ik heb haar een klap gegeven. Ze struikelde over de rand. Ze wiel het water. Als ik toen was weggelopen, had je die loep nooit gevonden. Maar ik schrok mijn eigen ongeluk. Ze ging kop, jongen. Dan ben ik haar nagesproken. U had het niet kunnen redden? Ja, ik had het kunnen redden. Maar ik heb het niet gedaan. Paul Labande is door de dood van zijn broers Jacques en diens vrouw José de enige aandeelhouder geworden van de Labande kozijnenfabriek. De werkgelegenheid van de ruim 300 werknemers is daarmee behouden. De verwachting is dat Willem Verbiest een milde straf zal krijgen voor zijn rol bij de dood van José Labande. Eerst de hoofdredacteur.